We zien dat Robert Koch en de Zeemanlaan eigenlijk al veel rustiger zijn geworden. Sinds de verlegging van de A9 is de Schipholweg veel belangrijker geworden voor Battenverdorp om het dorp in en uit te komen. En we zien nu dat met name door de Kruining-Onderslaan, de Paverkuillaan en de Sloterweg mensen naar en van de Schipholweg rijden. Eerder dachten wij dat de Kruining-Onderslaan moest worden doorgetrokken richting de Schipholweg. En vanaf de Schipholweg dat je linksaf zou moeten kunnen afslaan naar de Sloterweg. Maar we zien eigenlijk nu dat het verkeer zich al zodanig gedraagt dat dat niet nodig is. Omdat de huidige verkeersstructuur, de huidige wegen, het verkeer prima aan kan. We zien dat de Robert Koch en de Zeemanlaan eigenlijk al veel rustiger zijn geworden. Op de lange termijn gaan we nog een Oleanderlaan, dat is eind 21 gaat die open. De Oleanderlaan die gaat naar de nieuwe wijk Kattenbraaf en de Schipholweg. Dat wordt een belangrijke nieuwe ontsluitingsweg, die komt erbij.